Hey mensen, en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van Circuit in France. En vandaag ben ik op het nieuwe startscherm. En ik vind het plaatje zo leuk, want ik heb nu even neergezet dat jullie mijn muis kunnen zien. Dit paard is een soort van spirit of zo. En ja, de rest snappen jullie er wel, dat zijn gewoon meisjes. Ik begin niet op mijn bureaublad. Want anders duurt het nog langer. En ik ben aan het skypen met Tindra. Hallo. Hoe jij dat altijd ook zo leuk zegt. Goed, voordat jullie je kapot schrikken. Ik log in op Samantha Sharkren. Ik had gisteren, want dit is echt recent opgenomen. Want als jullie dit zien is het ook op dezelfde dag opgenomen. Ik had gisteren een beetje een heel vervelend iets. En dat was niet zo leuk. Dus, ik ben even op Samantha Sharkren om de update te laten zien. Want er zijn nieuwe magische paarden uit. Zeg maar alvast. Ik had niet verwacht dat ze in januari al kwamen. En dat vind ik ook heel jammer dat ze in januari kwamen. Want in februari kon ik het misschien wel zijn. En nu moet ik gewoon super lang wachten. Want ik heb een theorie. Want de eerste magische paarden die kwamen een jaar en een anderhalf jaar nadat de eerste uitkwamen, kwamen ze nog een keer uit. Ik denk dat de komende zomer die groep van Blue Fire en zo weer uitkomt. En dan de zomer erna deze groep weer. Ik hoop in ieder geval dat het zo werkt. Want dan heb ik nog een kans om die regenboog te kopen. En als jullie niet weten waar ik het over heb, zal ik het zo meteen nog even een keertje vertellen. Want er zijn dus nieuwe magische paarden uit. En één daarvan die heeft een beetje regenboogvacht. En die wil ik super graag. En dat komt dus niet. Maar daar gaan we nu... Oh, ja. Dat ging goed. Daar gaan we nu even naartoe rijden. En als ik starrijder was geworden op Mia Shadow Sister, dan... kijk, hier zie je er alvast twee. Als ik starrijder was geworden op Mia Shadow Sister, dan was ik waarschijnlijk op Blue Fire die regenboogpaard kopen. Maar misschien is het maar beter dat ik nu geen starrijder ben. Want als ik het straks wel word, kan ik weer gelijk de Connemara kopen. In plaats van dat ik dan super lang moet wachten en dat het weer precies niet uitkomt. Maar ik hoop, ik hoop gewoon dat er ook heel snel een nieuwe code komt. Goed, het is lekker rustig. Zo kunnen wij onze gang gaan. Hier staat het eerste magisch paard. Wow, deze muziek jongens. Tindra is trouwens heel rustig aan haar kant, want ze zit nu op een andere plek en dan hebben we iets minder last van haar praten, de ouders en zo. Dus vandaar dat het ook zo stil is. Nou, in bijna al mijn video's praten jouw ouders er gewoon dubbel dwars doorheen. Nee. In ieder geval, dit is er eentje. Ja, ik vind hem niet echt mooi. In de stad lijkt hij een beetje op een van die Hannoveraan kleuren. Ik zal straks nog wel even het plaatje laten zien. Kijk, dat is deze. Dan hebben we hier een gouden. Die heeft Anna. Oh ja, die andere die heeft Lily. En deze heeft Anna. Die is goud. En die heeft ook gouden ogen. En dat vind ik best wel schattig. En in de stad is die Palomino met een beetje crème-kleurige manen. En dan komen we aan bij de regenboog. En I love this horse. En ik vind het paard zo mooi. En hij heeft ook echt zo'n regenboogbles, zeg maar. En je moet maar eens op die ogen letten. Want nu zijn ze een beetje paars. En onderin blauw en zo. En ja, ik vind het zo'n mooi paard. En we zullen hem even voor de rest bekijken. Hij heeft regenboogvoetjes. Ik kan misschien aan iemand aan haar vragen. Kijk, hij heeft ook regenbooghoeven. Dus ja. En
natuurlijk een regenboogstaart. Het is niet echt de goede volgorde van de regenboog. Want roze is best wel heel erg vervaagd, zeg maar. En geel en groen is dan heel erg fel. Dat vind ik wel een beetje raar, maar voor de rest is die wel leuk. En in de stad is die een beetje iets lichter grijs dan Blue Fires die in de stad is. Met een beetje wit lichtgrijze manen. En ja, dat vind ik echt super cool. Dus ik zal zo meteen eventjes dat plaatje opzoeken. En ja, dat was eigenlijk de hele update volgens mij. Of is er nog ergens paardenmarkt? Paardenmarkt is volgens mij bij Jurgenstal. Maar die zijn opbouwen. Ja, opbouwen, ik dacht al. Ik ga wat vaker opnemen op Samantha, omdat Samantha die vond dat goed. En ik dacht van, ja, anders is het voor jullie ook weer zo saai om alleen maar mij in Moorland en Fort Pinta te zien ronddwalen en zo. En het is veel leuker ook voor mij als ik een beetje meer op deze manier let's plays kan doen en zo. Want ik noem het altijd wel gewoon video's, maar eigenlijk zijn bijna al mijn video's zijn gewoon let's plays, dus ja. En we kunnen wel eventjes naar Mistval gaan. Want daar is Samantha's homestable, wat ik volgens mij al heb gezegd. Ik vind het jammer dat Samantha niet heel veel starcoins over heeft gehouden. Want Tindra en Samantha kunnen allebei niet sparen. En dan? Ja, nou het is toch zo. En ik ben zo meteen bij jullie terug. Ja. Oké, mensen, ik ben er weer. We zijn nu aangekomen in Mistval. En ik wilde eigenlijk eventjes kijken of we die ene race al kunnen doen. Maar, ik mag dit echt niet weg. Oké, ja, dat is een soort reclame dingetje. Mensen uit mijn klas denken dan, kijk, dat is dat regenboogpaard in de stad. Kijk hoe mooi die is. Hoe mooi. Blijf even staan, meisje. Blijf staan! Goed zo. Kijk, dit is deze in de stad. Dat is de regenboog. Dat zou je niet verwachten waarschijnlijk. Maar toch is het zo. En bedankt, mens. En ik denk niet dat het echt zin heeft om te gaan ronddwalen om die paarden te zien. Oh, ik zat bijna op het dak. Maar we gaan even naar mijn toekomstige paardje, Winter Diamond. Want ik heb in mijn vorige video al gezegd dat ik, kijk nog een keer. Of is dat dezelfde? Nee. Dat ik dit lieve knolletje Winter Diamond ga noemen. En ja, ik vind het nog steeds super leuk. En ik kom trouwens niet vaak op Samantha's account. Nee. Oh, wat is er dan raar? Sorry, ik doe even voor punten. Oké. Sorry. Heel random. Maar Winter Diamond vind ik gewoon super lief en leuk. Ik kan eigenlijk niet wachten totdat ik Mistval kan ontgrendelen en Winter Diamond kan kopen. Want je bent zo lief. Ik kan natuurlijk wel eventjes, want zo lang duurt de video nog niet. Oh ja, kijk. Dit is Blue Fire, deze. En dit is de roze uit mijn hoofd van Blue Fire's Time. Als ik zeg Blue Fire, dan zeg ik automatisch Time, want dat is Engels en zo. Ik ga eventjes naar. Ze heeft nog geen trailer op Nieuwmeers Hoogland. Dus dan gaan we even naar Moorlandstal. En vanuit daar naar. Naar die herberg bij de brug. En daarmee gaan we dan eventjes naar Paddock Island. Oftewel de
de akkers van Jardaheim. Want dan kan ik even naar die andere Connemara toe. Want jullie moeten me even helpen. Ik heb nu wel een naam voor allebei de paardjes. Die Winter Diamonds. En ik zal wel straks wel even laten zien. Oh, wow. Dit kom ik zo vaak tegen. Dus vloer zwart. En zoals je ziet hebben heel veel mensen het regenboogpaard. Terwijl dat die in de stad niet echt heel erg wordt... niet echt heel mooi wordt voor sommigen. Maar ik vind hem wel echt knap in de stad. Dus ja. En ik vind wel dat je ze in alle tweede gebieden gewoon mooi moet vinden. Nou ja, in ieder geval de andere Connemara die heet Sunny Secret. Dat vond ik wel leuk, twee keer de S. Want in mijn echte naam komt ook twee keer de S voor. En ja, dat vind ik wel leuk. Hier, Samantha Shark Ren is ook twee keer de S. What? Oké. Okay. Ik vind het eigenlijk wel stom dat je in Star Stable niet de paarden een eigen naam kan geven. Of je eigen poppetje een eigen naam. Maar ik snap het ook wel, want anders ga je natuurlijk je paard een scheldnaam geven. Of stront noemen. Dus ja. Sowieso als dat kon, zou ik een paard stront noemen. Maar ja. In ieder geval. We gaan even naar die Sunny Secret. En ik heb ook nog een ander paard. En die wil ik op een ander account kopen. Maar, hoe heet het? Daar moet ik wel natuurlijk Starrider op zijn. En ik heb daar genoeg Starcoins op. Als er nog 100 Starcoins uitkomen, heb ik al genoeg. Want daarop heb ik 800 Starcoins en je hebt 810 nodig. Oh ja, hij is daar aan het opbouwen. Ja, oké. Okay. Zo. En ik ben weer verkouden. Gewoon alweer. Ja. Wanneer was de laatste keer? Echt aan het eind van de herfst of zo. Midden in de herfst, geloof ik. Was ik ook verkouden. Ja. Ik begin er nou gewoon alweer te worden. Dat is echt super irritant. De laatste keer toen je verkouden was, was het vorige week. Wauw. Oké. Okay. Maar daar als er een starrijder... Wow, die paarden. Als er een starrijdercode komt, dan laat ik ook de video zien waarin ik dit paard koop op de andere accounts. Maar, nu is de vraag. Moet ik Sunny Secret kopen? En dat is dit paard. Of... Moet ik Winter Diamond kopen? En dat is die witte, halfwitte schimmel in Mistval. Oh, hoi Tindra. Serieus, je moet mijn video echt zien. Je verschijnt en verdwijnt de hele tijd. Echt de hele tijd. Oké, het leek heel even alsof dit paard met jouw paard aan de neus was. Maar dus, wat ik dus zei, moet ik Sunny Secret kopen? Of eerst Winter Diamond kopen. Ik laat weer een poll achter. Sunny Secret is optie 1. En Winter Diamond is optie 2. Ik zal straks nog even een foto van beide nemen. En die naast elkaar plakken. En dan in het eindscherm zetten. Voor het eindscherm eigenlijk. En dan ook een nummertje erbij. En dan zet ik daar de poll op. Maar dat komt zo meteen. Want dit was de video. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Want niet vergeten, bij de 100 abonnees komt er zo'n leuke video. Echt niet normaal. En ja, nu zeg ik het al een beetje, er komt een video. Dus het is geen giveaway. Dus bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren op Tindra Moonburg. En tot in de volgende video. Doei! Baby, I'm playing on you tonight. Hunt you down, eat you alive. Just like animals, animals, like animals most. Maybe you think that you can hide. I can smell yourself for miles. Just like animals, animals, like animals most. Baby... Oh ja, en ik was nog vergeten. Dat. Hoi mensen, hier ben ik weer.
Ik was even vergeten te zeggen dat mijn website www.sugarsandfriends.jundo.com weer actief is. Ik heb ook een nieuw design. Dus kijk even op die site. Een link naar de site staat in de biologie van deze video. Want meestal komen mensen er niet zo goed op. Dus ja, nogmaals bedankt voor het kijken. Doei!